daarmee doe je dat? Daarmee moest je beginnen met je eigen passie. Iets wat je zelf heel erg leuk vond. En ik ben gek op toetjes. Dus vandaar dat ik dacht, daar ga ik de kinderen bang voor maken, voor toetjes. Het moet een ondernemend project zijn, er moet een ondernemer bij betrokken worden. Denken, denken. Restaurant Saïsend Koenus, want die zit hier in Bredenbroek. En die draagt de school ook altijd een warm hart toe. Dus ik wist dat ik daartoe ga, waarschijnlijk zeggen ze wel ja. En dat deden ze. Ik ben begonnen in de klas, niet met dit moeilijke verhaal over ondernemend onderwijs, want daar snappen de kinderen natuurlijk helemaal niks van. Ik heb ze verteld over toetjes en dat ik een geweldig lekker toetje heb gegeten ergens. En de kinderen moesten raden, wat denk je dat er in mijn toetje zat? En er werd van alles geschreven in een woordwerk. Van stracciatella, ijs tot een koekje, een appel, nootjes, bananenstukjes, allerlei dingen. Als verrassing kondigde ik aan dat we naar Koenders mochten om daar eens een kijkje in de keuken te nemen om te zien wat zij allemaal in toetjes doen. We zijn begonnen met een grote smaaktest en hier hebben we hartelijk om moeten lachen. Allerlei kleine bakjes stonden er in de keuken klaar voor de kinderen om te proeven. En dat was van mosterd tot honing tot nootjes, chocola, van alles en nog wat, maar er stond niet bij wat het was. Dus de kinderen hebben geroken en geproefd en ingevuld en druk bezig geweest. Wat denk je dat het is? Hoe smaakte het? En zou het in een toetje kunnen? Daarna hebben we alle toetjes bekeken die Koenders nu al op de kaart heeft staan. En niet alleen bekeken, we mochten ze ook proeven. En je ziet daar Lente al heel verlekkerd naar het toetje kijken. Toen we op school kwamen, hebben we het erover gehad, wat zou er nou in ons lekkerste toetje moeten zitten? Hebben jullie een idee? We hebben gekeken in kookboeken, kinderen hebben recepten opgeschreven, maar hebben ook zelf dingen bedacht en ontworpen. In wat voor soort glas moet het? In een hoog glas of in een wat breder glas? En wat voor versiering kan er dan in staan? We zijn nog een keer terug geweest naar Koenders, dat was de derde keer. De eerste keer de smaaktest, de tweede keer de toetjes van elkaar proeven. En de derde keer stonden er twee tafels klaar met allerlei ingrediënten. En de kinderen mochten stemmen wat zij het lekkerst vonden. Wat er absoluut in het toetje moest zitten. En toen kwamen we erachter dat heel veel kinderen de zoetige kant lekker vonden en heel veel kinderen de fruitige kant. En om dat nou samen in één toetje te doen, was lastig. En bij Dennis, weet je wat, dan maken we twee toetjes. Eén wat zoeter toetje, chocoladeachtig, en een wat fruitig toetje. Wat moet daarin? Nou, de meeste stemmen gelden. In het fruitige toetje moest in ieder geval aardbeiensaus, perenmoes, heel verrassend bij kinderen, watermeloen en aardbeien zitten. En in het zoete chocoladetoetje karamelkopjes, smarties, koekjes en witte chocolade werd ook heel vaak gestemd. En toen was er herrie in de keuken. De koks Miranda Koenders en Dennis Wiebering zijn druk bezig geweest in de keuken om te komen tot een toetje die al die ingrediënten hadden die de kinderen hebben gekozen. En zij kwamen met een aantal proeftoetjes op school.